Ooh. Mm-hmm. Ik heb een heel leuk boek, wat eens even over wat anders gaat dan de meeste andere boeken. Het heet Het verhaal achter de beroemdste schilderijen van de wereld. En het is geschreven door Charlie Ayres. In dit boek, de titel zegt het al, staan allerlei hele beroemde schilderijen. Bijvoorbeeld van Johannes Vermeer. Nou, daar heb je misschien wel eens van gehoord, want Johannes Vermeer is hartstikke beroemd. Maar vroeger, want je denkt, hartstikke beroemd, nou dan is hij vast ook steenrijk, want hij heeft allemaal schilderijen verkocht en die zijn hartstikke duur, die kosten miljoenen. Vroeger verkocht hij er helemaal niet zo heel veel. Hij verkocht maar 2 of 3 schilderijen per jaar. Hij had eigenlijk altijd schulden. Hij woonde bij zijn schoonmoeder in. Dat was op zich wel handig, want zijn schoonmoeder die had heel veel requisieten. Landkaarten, schilderijen, meubilair, dat kon hij allemaal neerzetten en dan op zijn schilderijen terug laten komen. Nou ja, daarvoor moet je ze natuurlijk wel in huis hebben. Dus dat was weer een voordeel van het bij zijn schoonmoeder wonen. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een schilderij van hem. En dit is zijn favoriete werk. Nou had hij altijd schulden. Dit favoriete werk, dat verkocht hij niet. Daar was hij zo aan gehecht, dat wilde hij gewoon zelf houden. Wat ik ook gelezen heb in dit boek, hij schilderde dus bij zijn schoonmoeder thuis, daar had hij zijn atelier. Als je naar die vloer kijkt, zie je die tegels. Die komt dus ook terug op andere schilderijen van hem. Hier bijvoorbeeld. Ik denk, hé, dat is inderdaad op dezelfde plek geschilderd. Andere spullen op de achtergrond neergezet. Maar wel met dezelfde vloer inderdaad. En zie je ook, als je naar zijn schilderijen kijkt, elk meisje is heel beroemd. Dat er eigenlijk best wel vaak blauw en geel in zit. Of kleuren die ze gemaakt hebben door blauw en geel te mengen. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat hij daar zo van hield. Maar als je erop gaat letten, nadat je dat gelezen hebt, dan valt het je op. En dan zie je het ook bij schilderijen die niet hier als plaatje bij staan, maar die van Vermeer zijn. Zie je dat dan ook opeens terugkomen? Nog een beetje uit het boek. De favoriete kleur eigenlijk van Johannes Vermeer, die heel vaak gebruikte, was lapis lazuli. Dat is een soort ultramarijn. Heel mooi, heel duur ook, blauw. En dat betekent, lapis lazuli, van overzee. Nou, dat klopt ook, want het kwam ook van overzee. In Nederland hebben we die kleur niet. Pigment, waar het van gemaakt wordt, komt helemaal uit Afghanistan. Daar moest het dan vandaan komen. Dat zal ook wel de reden zijn dat het zo duur was, onder andere. Nou, dit boek staat vol met van dit soort leuke weetjes over Vermeer, maar ook natuurlijk over allerlei andere schilderijen. Jean-Baptiste Simeon Chardin, die ken ik dan niet, maar ook Angelica Kaufmann, dat is weer een heel ander soort schilderij dan dat Vermeer maakt. Van alles en nog wat, met hele leuke weetjes erbij, waardoor je anders naar allerlei schilderijen gaat kijken. Ik heb uit dit boek best wel wat dingen geleerd die ik hiervoor helemaal niet wist. Wat heb jij geleerd uit jouw boek? Ook dat jij nu aan het lezen bent. Want ook bij verhalende boeken zitten er toch soms wel dingen in dat je denkt, hé, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Wel leuk om met elkaar te delen soms. Veel plezier!